Kia timmert stevig aan de weg. Dat doen ze al een paar jaar. Hè. Ik noem bijvoorbeeld de Stinger, dat was toch wel een statement. Maar ook bijvoorbeeld met elektrische auto's zoals de e-Niro. En nu komen ze weer met wat nieuws, namelijk met deze auto, de Kia Proceed. Proceed werd vroeger gebruikt, die naam, voor een 3-deurs hatchback. Maar de markt van 3-deurs hatchbacks is helemaal dood. Dus hebben ze besloten om die naam nu voor deze auto te gebruiken. Dit is een hele sportieve station wagon. Eigenlijk een soort shooting brake, zoals dat zo mooi heet. Je hebt bij Kia de gewone Ceed, hatchback. Je hebt de station wagon en je hebt nu dus dit sportieve model. En die ziet er gewoon anders uit, vooral hier aan de achterkant. Kia wil hiermee een statement maken en laten zien dat ze iets kunnen betekenen voor mensen die graag mooie dingen willen. Uniek overigens, wij zijn de eerste in Nederland die deze auto zonder enige camouflage kunnen laten zien. En we gaan er zo direct ook een stukje mee rijden, dus dat is leuk. Maar even terug naar die achterkant. Ja, je mist natuurlijk ten opzichte van een gewone station wagon bagageruimte. 30 liter om precies te zijn. Nou valt me dat eigenlijk nog mee. Ik had verwacht dat je meer liter zou verliezen. Het is nog altijd 590 liter aan bagageruimte. Dubbele bodem. Zit er gewoon allemaal in, dus het is nog wel praktisch. Maar ja, goed. Hier ga je natuurlijk met grotere items een beetje de mist in. Maar dat is dan de prijs die je moet betalen als je mooi wil zijn. Er zitten zoveel details op. Dat die rode streep hier is echt alleen voor de Proceed. Voor de 18-inch wielen met rode accenten. Dit zwart hier is speciaal voor deze auto gemaakt. Maar veel belangrijker, deze hele daklijn is nieuw. De ramen zijn lager. De hele auto is daardoor 4 centimeter lager dan een gewone station wagon. En ook hier aan de voorkant is de grill anders. Ook weer rode accenten. Een logo op de neus. Ja, en hij komt er als bijvoorbeeld als GT en als GT Line. En dat ziet tegelijk ook heel sportief uit. Ik had het er net al even over met de cameraman. Maar als je door je oogharen kijkt vanaf hier, dan lijkt het bijna een mini Porsche Panamera. Hij klinkt ook fantastisch, dat zal ik je zo laten horen. Binnenkant van de Proceed merk je aan kleine subtiele dingetjes dat je met een aparte auto te maken hebt en niet met een normale Ceed. Dat zie je vooral aan deze rode accenten hier bijvoorbeeld in de deur. Die zitten ook hier in het stuurwiel, op de stoel. Die stoelen die bieden trouwens extra zijdelingse steun, dat is heel lekker. En het stuurwiel is aan de onderkant afgeplat. Dat draagt allemaal bij aan het sportieve gevoel dat je in deze auto hebt. Ik vertelde net al dat de daklijn een stuk lager is dan bij een normale Ceed. En dat betekent dat je minder hoofdruimte hebt. Ik ben 1,80 meter, ik zit hier goed. Maar als je langer bent dan ik, dan heb je al snel een probleem. En dat komt ook omdat er hier nog eens een schuifdak in zit. Een ander nadeel van die mooie vormgeving is dat de achterruiter heel erg vlak in ligt. En dat betekent dat als je door de binnenspiegel naar achteren kijkt, je heel beperkt zicht hebt. Je zit een beetje door een brievenbus te loeren, lijkt het wel. En die brede C-stijlen, die helpen natuurlijk ook niet bij het zicht rondom. Hoe rijdt de Proceed dan? Nou, je voelt ook dat ze met het onderstel gespeeld hebben. Hij is wat straffer afgestemd dan een normale hatchback. En dat is vooral leuk als je een keertje een beetje sportief van bocht naar bocht wilt dansen. Dat kan met deze auto. Ik heb het net geprobeerd en dat is echt erg leuk. Dit is de allerduurste versie. Daar hangt een versnellingsbak in met een dubbele koppeling. Een automaat met een dubbele koppeling, moet ik zeggen. Werkt prima, maar had voor mij nog een tandje sneller mogen reageren. Besturing. Mooi precies en geeft voldoende gevoel, maar als je echt van sportief rijden houdt, zou ik daar nog net iets meer gevoel in mogen. Maar goed, dat is wel een beetje op de vierkante millimeter hoor, erover praten. Het is gewoon door de bank genomen allemaal prima en het is leuk auto rijden, kijk maar. Hetzelfde geldt ook voor de gasrespons. Dit is de 204 pk versie. En het reageert allemaal gewoon lekker levendig en alert op wat ik van de motor vraag. Ja, dan moeten we toch eventjes ook spieken onder de motorkap, want hij ziet er heel erg sportief uit. Maar is hij dat ook? Nou, hij komt met diverse motoren. Dan ga ik even spieken, want dit is allemaal vers van de pers. Hij komt er met 1 liter 3 cilinder turbo, met een 1.4, met een 1.6 diesel en met, en daar kijk je nu naar, een 1.6 turbo. Dit is natuurlijk de grootste motor die je hierin kunt krijgen, 204 pk. En een ander ding wat natuurlijk belangrijk is, als deze auto succesvol wordt,
zijn de prijzen. Nou, ik heb zojuist begrepen dat de goedkoopste versie kost €30.995. En dat vind ik voor zo'n type auto behoorlijk scherp. Dan loopt het op tot deze versie. Dit is de allerdikste. En die kost dan €45.295. Dat is wel geld. Maar goed, je hebt dan ook wel een auto die er lekker uitziet. En je maakt echt wel het verschil, hoor.